Men heeft ons eigenlijk hier een functie gegeven met verschillende waarden hier. We gaan de afleiding berekenen. Eerst vooral heb je een breuk gegeven. Wat is de afleiding van een breuk? Dus f accent tilde x. Als je afleidt, wat krijg je dan? Dan krijg je de afleiding van de teller, maal de noemer, min de teller, maal de afleiding van een noemer, gedeeld door een noemer in het kwadraat. Ja? Dus hier krijg je, in dit geval hier, teller sinus x, afleiding van sinus, x zal zijn cosinus x. Je krijgt dus cosinus x maal de noemer maal wortel x, min sinus x, afleiding van wortel x, ja, wortel x afleiden, zal zijn 1 gedeeld door 2 keer wortel x. Dan deel je dus door 2 keer wortel x, en een noemer komt dan staan wortel x kwadraat, of gelijk aan x, ik ga hem hier uitwerken. Tweede eigenschap hier, heb je een vermenigvuldiging. Wat gebeurt er met een vermenigvuldiging? Dus als je f van x maal g van x hebt, dus twee functies die vermenigvuldigd worden, ja, dan leid je de eerste functie af, maal de tweede, plus de eerste, maal de afgeleide van de tweede. Dus hier, x plus 1 afgeleide wordt gewoon 1, wordt dus maal tangens x, plus x plus 1, afgeleide van tangens x, ja, tangens x afleiden, is 1 over het cosinus kwadraat x. Ja, dan krijg je dus gedeeld door cosinus kwadraat x. Volgende term, x maal ex, x afleiden wordt 1, wordt dus gewoon ex, ja, plus x afleiden van ex, is zichzelf, is dus ex, is dus plus x maal ex. Ja, en die 4 afleiden wordt 0, dus dat is de afleiding van deze functie. Dank voor de aandacht, nog een keer. Maar ik heb hier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij gewild. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.